Acteur Frans van de Velde, die men beter kent als Eduard uit de televisiereeks Onkel Jeff of Lucien uit Drie Mannen onder één dak, werd in april 80 jaar. Dat is ook de schepen van cultuur Philippe Heijlen niet ontgaan. Hij bood Frans van de Velde dan ook een huldering aan op het Schoonverdiep. Ook vrienden en collega's, waaronder Ruud de Ridder, die van de Velde een beroepsacteur maakte, ontbraken niet op de huldiging. We vieren zijn 80ste verjaardag. Dat is toch al wel 8 decennia. Het beste van uzelf eigenlijk geven. Enfin, natuurlijk geen 80 jaar, maar toch al meer dan 40 jaar dat hij actief is. En dat hij bij het grote publiek meer en meer bekend is geraakt. En dan vooral de laatste 20, 25 jaar in belangrijke Vlaamse films, in belangrijke Vlaamse reeksen. Een ongelooflijke acteur binnen het echt Antwerps theater. Ja, dat doet wel iets. En wat mij vandaag vooral als schepen voor cultuur veel plezier doet, is één, dat wij mogen huldigen hier in de lijstzaal op het Schoonverdiep. Maar vooral dat hij op zijn 80ste nog altijd met zoveel passie, gedrevenheid en goesting zijn rollen speelt, acteur is en eigenlijk die microbe verder geeft aan een jonge nieuwe generatie. En daarvan zeg ik dan in het mooie Antwerps, dat verdient alleen maar een hele grote chapeau. Dit is formidabel dat ik dat mag meemaken. Want ja, dus hoeveel zijn er al niet van mijn leeftijd? Die er niet meer zijn, ten eerste. En ten tweede, ik heb nog altijd het geluk dat ik nog altijd geen last heb met van buiten. Ik kan nog altijd mijn beroep blijven uitoefenen. En dat doet natuurlijk de mens goed. Hè. Ja, zelf tot op de dag van vandaag staat je op de planken, hè? Ja, ja. Ik doe nog een tweetal producties in het Antwerpse Theater. En dan ook zo bij regie in de Perelzaal van Napoleon. Dus ik hou mijn eigen nog altijd bezig. En als ik niks te doen heb, ja, dan zit ik thuis wat te schrijven. Maar het heeft altijd met toneel te maken. Dan moet ik toch eens even komen, zeg. Dan zou ik toch willen dat je eens even zou komen, zeg. Lucien, hoe dikwijls heb ik naar Annie gevraagd dat je hier zou kloppen voordat je binnenkwam? Ja, oké, sorry. Maar... Sorry? Denk je dat je wagen er zo vanaf kunt maken met sorry? Oké, ik zal het nooit meer doen, zeg. Maar zeg, wilde dan nu meteen uw fout terug goed maken. Oh, zeg. Lucien! Drie mannen onder één dak, dat was natuurlijk de max, laten we het zo zeggen. Omdat dat een heel interessante, een heel schone rol was. En dan daarna, een onkel Jeff, heb ik ook graag gedaan. En ik doe het graag, zelfs meer kan ik niet zeggen. En zolang we dat kunnen doen, gaan we dat proberen te blijven doen. De professionele carrière van Frans van de Velde is begonnen dankzij Ruud Ridder, die van de Velde een rol gaf in zijn eerste geschreven theaterstuk. Mijn allereerste theaterstuk dat ik ooit geschreven, ik ben nu aan 116, maar mijn allereerste stuk dat noemde Wat doen we met bompen? En dat is de rol waar Frans mee in het beroepstheater gedebuteerd heeft, bij het Reizend Volkstheater. Later is er dan een tv-serie van geweest en dan heeft Luc Philips die rol gaan spelen. Maar Frans heeft eigenlijk de figuur van Bompa toen gecreëerd. En uiteindelijk is hij bij het Echt Antwerps Theater gekomen. Hij is er nu bijna 25 jaar aan verbonden. En hij is altijd een hele goede vriend geweest. Dan Danny wil zijn vriendin mij nog even brengen. En dan? Wat het eigenlijk ook opvalt, hij was ook een komisch acteur zonder al te veel te geven. Ja, ja, hij is altijd zeer sereen geweest. Hij deed eigenlijk altijd het komische werk met een beetje underacting, zoals dat heet. En dat is zijn stijl en ja, daar is hij onnavolgbaar in. Aan stoppen denkt u nog lang niet, hè? Nee, zolang is dat hier nog meegaan, dan blijf ik voortdoen. Het is als je, ja, natuurlijk, als het hier niet meer gaat, dan moeten we stoppen. Hè? Want je kunt eens nog eens toneel spelen in een kerk, bij manier van spreken. Maar als je een tekst niet meer kunt onthouden, dan moet je stoppen natuurlijk. Hè. Zeg, welke raad kan u geven aan mensen die ook 80 willen worden en er even goed uitzien als u nu vandaag? Oh, bezig blijven. Bezig blijven en er niet aan denken. Er niet aan denken dat je 80 jaar wordt. Het is gewoon zo, dat komt toch vanzelf. Je moet er niks voor doen. Je moet er zelfs niet voor werken. En hier zegt hij in almanak, voilà, eerste vriend, dan zit ik 80 jaar geworden. Maar ik kan maar één ding zeggen. Bezig blijven, ik denk dat dat het voornaamste is.